Waarde landgenoten, broeders en zusters, we luiden vandaag het jaar 2023 in. Wan Boenjoe Jari. Ik sta vandaag hier met de wetenschap dat er hard gewerkt zal worden om het werk dat we in 2022 niet hebben afgemaakt, gezamenlijk af te maken en het goede werk ook voor te zetten. Ik sta hier ook zelfverzekerd, omdat de job die we hebben te klaren, succesvol zal worden afgerond. Hoe dan ook. Ook het afgelopen jaar hebben wij ons tot het uiterste ingespannen om ons land weer verder op te bouwen. En we hebben op hoofdlijnen succes geboekt. Meer dan 380 Plus beleidsresultaten hebben wij neergezet. De fundamenten van onze economie hebben we weer op de rails gekregen. De weg omhoog wordt gezien en erkend door deskundigen in Suriname, maar ook in het buitenland. Ook in 2023 zullen we geconfronteerd worden met de noden van elke dag bij u. Bij de burgers van ons land. De vruchten van onze inspanningen zijn nog niet voldoende tastbaar. En dat beseffen wij. Maar dat gaat in 2023 veranderen. Want 2023 wordt het jaar. Wordt het jaar van de verlichting. Ook in 2023 zullen wij als regering binnen de realiteit waarin we leven elke dag weer zoeken naar opties om het leven het leven van u draaglijk te maken. Daarvoor is er niet één magische formule voor. Maar het is een optelsom van een pakket van maatregelen die we ons stapsgewijs naar betere tijden zal brengen met inspanning van alle betrokken partijen en de betrokkenheid van ieder of het nu gaat om het beteugelen van de wisselkoersen, de inflatie, fiscale verlichtingen, prijscontroles en nieuwe investeringen voor de hele samenleving. Al deze stappen zullen samen die verlichting brengen. Ons land, ons mooi Suriname, heeft goede vooruitzichten met een goed leven voor ieder van ons. En we gaan nu op weg. Naar het gericht en stapsgewijs invullen van die mogelijkheden in die sectoren. Sectoren als landbouw, duurzame bescherming van onze regenwoud en de kustvlakte, en de investeringen in de infrastructuur, zoals havens en wegen. Allemaal sectoren die passen in deze moderne wereld. In 2023 zullen we binnen de grenzen die IMF stelt. Zorgen voor de nodige financiële verlichting. Dat zal zich specifiek richten op personen met de laagste inkomens. Subsidies op energie voor de hoogste inkomens worden afgebouwd. Maar de lage inkomens zullen we verlichting bieden met subject-subsidie. De omzetbelasting wordt volledig afgeschaft. Ook worden personen met een Belastbaar inkomen onder de SRD 7500 per maand vrijgesteld van loonbelasting. Er komt optopping op de sociale voorziening met 1800 SRD. En dat biedt al een stukje verlichting. Maar tegelijkertijd bereiden we ons voor op toekomstige mogelijkheden. Van oliewinning op zee. Wij als regering hebben nimmer in onze begroting gewet op olieinkomsten. En dat hebben we ook nimmer opgenomen in onze begroting. Het is een misverstand. Maar we bereiden ons wel voor op die olie-exploratie en exploitatie. Het zijn lange trajecten die veel voorbereiding vergen. Wel zullen we ons er nu al op moeten voorbereiden. Als het gaat om bijvoorbeeld infrastructuur en onderwijs en opleiding voor de beroepen in die sector. Onze inspanningen om ons vast voor te bereiden op de toekomstige oliefondsen gaan daarom onverminderd door in 2023. Waarde landgenoten, broeders en zusters, in het nieuwe jaar zal onze focus liggen op het realiseren van projecten en investeringen die weer groei van de economie moeten brengen. Het doen van zaken wordt stapsgewijs makkelijker gemaakt voor buitenlandse investeerders, zodat Suriname hoger op de ladder komt op de lijst van landen voor ease of doing business. Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie heeft de eerste stappen daartoe gezet in samenwerking met de Inter-American Development Bank, de IDB, in het Suriname Business and Climate Innovation Programma voor verandering van wetgeving van het ondernemersklimaat voor de private sector. Op het gebied van de infrastructuur worden ook diverse projecten gestart. Die ook weer voor werkgelegenheid zullen zorgen. Denk daarbij aan renovatie van het wegennet rond de haven en de bouw van een nieuwe brug over het Sarregange-kanaal. Dat zal niet uiteindelijk leiden tot een soepeler personenverkeer. Maar ook voor de economie zal dat positief werken, omdat transporten sneller verwerkt kunnen worden. De voorbereidingen voor een nieuwe brug over de quarantaine wordt ook voorvarend opgepakt. En ook dat brengt weer bedrijvigheid met zich mee. Niet alleen voor Nikeri, maar ook voor andere districten. Ons land gaat ook de productie in de agrarische sector opvoeren. Met een land als Berbides hebben we een intensieve samenwerking afgesproken. Maar ook uit andere landen. Is er serieuze interesse voor landbouw in Suriname samen met de Surinaamse ondernemers in de agrarische sector? Op het gebied van duurzaamheid en climate change is al veel voorbereidend werk verricht door ons land. We hebben ons ook tijdens de klimaattop in COP26 en COP27 gecommitteerd en we zullen ook internationale bronnen voor financiering voor behoud van onze tropische regenwoud aanspreken op hun verplichtingen en toezeggingen aan landen zoals de onze. We zetten verder in op investeringen voor projecten, zoals het Mangrove project, om de opkomende zee te pareren. Ook hebben we dit jaar een goede evaluatie gehad door de Caribbean Financial Action Taskforce op het gebied van ons anti-money laundering beleid en terrorismefinanciering. Dit beleid zal het komend jaar verder versterkt worden. Ook het bestrijden van misdaad en het verhogen van de veiligheid zullen we verder opvoeren in 2023. Waarde landgenoten, broeders en zusters, ik dank hierbij nogmaals alle personen en instanties die hun bijdrage hebben geleverd in 2022. Aan het met elkaar in dialoog blijven en soms moeilijke momenten te doorstaan. Die dialoog met u blijft voor mij de basis voor een vreedig Suriname. En ik wijs met kracht alle pogingen af die sommigen ondernemen om etnische sentimenten op te rakelen en groepen tegen elkaar uit te spelen. Die oude politiek past niet meer. En ik blijf mij inspannen voor die verbroedering die wij nodig hebben voor onze samenleving. Dit zit in mijn bloed. Zoals ik dat ook heb laten zien toen ik de politieke partij, die ik leid, heb opengebroken voor alle Surinamers. Die verbroedering is ook van belang als we in 2023. De wettelijke afschaffing van de slavernij herdenken. Namelijk 160 jaar geleden. En ook stil gaan staan bij de Hindoestaanse immigratie 150 jaar geleden. Maar ook zullen wij stilstaan bij 170 jaar Chinese immigratie. Hoe wij hier ook samen kwamen aan zijn grond zijn wij verpand suriname is ons land. Het land waar we samen vreugde en verdriet hebben gedeeld. Wij zijn het aan onze voorouders verplicht om niet te polariseren, maar te verbinden. Sommigen denken dat ze zelf sterk zijn, maar vergeten dat we samen nog sterker zijn. Laten we de stap die de Nederlandse regering heeft gezet om formeel excuses uit te spreken over het slavernijverleden gebruiken om er samen sterker uit te komen. Niet alleen met Nederland, maar vooral ook hier in Suriname. Sommigen van ons leggen nu al de focus op de financiële kant van de excuses. Dat is wat mij betreft maar één aspect. Een aspect waar we als Suriname in caricom conformant in zullen opereren op basis van commitments die ook voorgaande regeringen hebben gemaakt. Maar er is meer dan geld wat in deze speelt. Ik heb tijdens mijn bezoek aan Nederland in 2021 al gezegd dat onze landen een gedeeld verleden hebben en dus ook een gedeelde toekomst. Dat is nou eenmaal de werkelijkheid. En ik waardeer daarom dat de Nederlandse regering zei dat met de excuses geen punt, maar een comma is geplaatst, laten we gezamenlijk die route na die komma invullen. Daarbij gaat het wat mij betreft om het gehele koloniale verleden van Nederland tegenover ons land. Ieder van ons moet zich kunnen herkennen in dat proces. Waarde landgenoten, broeders en zusters. Lo vibra daran asisa. Ik ga afsluiten. En ik sluit af met u en u familie een gesond 2023 toe te wensen. Op eigen kracht. En met de steun van de Almachtige zullen we ons land weer tot een vreedzaam en voorspoedig land maken. God bless you all. and may god bless you in